Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Het trekt nog bewolking over het zuiden van het land. En ook in het noorden zien we wolkenplukjes. Maar dat zijn buien met tussendoor ook al wat opklaringen. Dat betekent voor vandaag dat we hier en daar de zon gaan zien. Dat betekent ook dat er ruimte is voor wolkenvelden. Met in de ochtend nog wat motregen in het zuiden. En temperaturen tussen de 4 en 7 of 8 graden. Vroeg in de middag bereiken we het maximum. In de loop van de middag stroomt koudere lucht het land in. Het zuiden blijft nog aan de bewolkte kant, maar in de rest van het land hebben we af en toe zon en een paar buien. Vanavond neemt de buiigheid af, zien we de temperatuur snel dalen en in de nacht gaat de temperatuur onder het vriespunt komen. Dan hebben we te maken met lichte vorst. Morgen dan een dag met veel ruimte voor de zon in het binnenland. In de kustgebieden iets meer wolken, met misschien nog een enkele bui, mogelijk met wat hagel of natte sneeuw erbij. In het oosten maar net boven nul, in het westen plus 4. Nou vrijdag, een dag met temperaturen rond het vriespunt. Nadat het in de nacht licht tot matig heeft gevroren. Laat op vrijdag in de avond neemt de kans op neerslag van het westen uit toe. Daar kan winterse neerslag bij zitten met sneeuw. Ook op zaterdag, misschien zelfs wel ijzel. Maar uiteindelijk wordt het dan 7 graden. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.